welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag hebben we een shoplog voor jullie en dat is weer een Zavel shoplog. Misschien heb je al eerder een video van Zavel op ons YouTube kanaal gezien. Dat was onze allereerste indruk en ze wilden opnieuw met ons samenwerken. Dus deze video is ook in samenwerking met Zavel. We hebben de kleding die we laten zien in deze video opgestuurd gekregen. En we hebben wel alles zelf uitgekozen. En ik ben heel erg benieuwd hoe alles staat. Net zoals in de vorige video hebben we in de beschrijving weer de linkjes staan naar de items die we jullie laten zien in deze shoplog. Mocht er een linkje missen, kan het zijn dat het item uitverkocht is. Maar we zullen proberen om een soortgelijk item te linken. Dus dan weet je in ieder geval dat je in de beschrijving kan kijken voor meer informatie. En dan zou ik zeggen, laten we gewoon beginnen met deze shoplog. Allereerste item dat ik hier in mijn handen heb is een heel leuk langer kanten vestje. Ik wilde hem eigenlijk heel graag meenemen op onze surfvakantie in Zeerout. Maar hij kwam helaas te laat binnen. Dus dat is wel jammer. Mocht je trouwens onze vlog gemist hebben over Zeerout, hij staat in het Ichiyan, die staat al online. En het is dus een langer vestje. Ik denk dat hij ook heel erg leuk is om naar een festivaletje te dragen met een shortje en een t-shirtje eronder. Dus daar is hij ook nog heel erg leuk voor. En ik dacht, dan heb je gewoon net ietsje meer warmte als je het koud hebt. En het maakt hem misschien een wat saaiere outfit net helemaal een beetje af. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe die staat. Dit is het kimonootje aan. En ik moet zeggen, ik vind het kant wel heel erg mooi eruit zien. Maar hij jeukt wel een beetje. Het is een beetje zo'n stofje met gaas. En dan, het kant is wat zachter, maar toch jeukt het wel een beetje. Maar als je er gewoon een t-shirt onder draagt, dan valt het op zich nog wel mee. En je kan hem vastmaken met van die twee touwtjes. Hier zit één touwtje. En dan aan die kant, dus dat is op zich wel leuk. Vooral als je het dus draagt over een bikini heen, dan kan je het net nog wat meer bedekken. Maar in dit geval, dus gewoon een beetje als festival lookje, vind ik dat hij een beetje aan de kleine kant is. Ik weet niet of je het kan zien. Het doet gewoon niet heel veel voor de outfit, vind ik. Dus ik weet niet helemaal zeker wat ik ervan vind. Ik denk gewoon alleen dat hij wel beter is als beach cover-up. En niet per se voor dit lookje. Maar verder is het op zich wel een item die je gewoon lekker in je koffer kan stoppen. Het maakt niet zo erg uit als deze kreukelt. Omdat het wel een beetje erbij hoort, zoals je kan zien. En dus hij is wel denk ik perfect om mee te nemen op vakantie. Volgende item is dit zwarte t-shirt. Hij lijkt op het eerste gezicht heel erg basic, maar het valt op zich wel mee. Aan de achterkant is best wel wat open uitgesneden, dus hij heeft echt een hele open rug. Verder is hij gewoon lichtjes oversized. Heel zacht stofje, dus zit hij gewoon heel erg lekker en luchtig. En dan is dit een t-shirt die op het eerste gezicht best wel basic lijkt, zoals je kan zien. Ik vind trouwens dat hij echt super lekker valt. Gewoon een beetje oversized en het stofje is gewoon lekker los. En hij is trouwens zo lang als dit. Dus je kan hem niet als jurkje dragen of iets dergelijks. Maar hij is wel ietsje langer. Dus ik doe het gewoon eventjes hier erin. En dan aan de achterkant heb je de open rug. Je kan een klein beetje wel mijn BH zien. Dat vind ik zelf niet op zich heel erg storend. Vooral als je gewoon een beetje een zwarte BH draagt bijvoorbeeld. Maar mocht je iets van een bandeau dragen, dan kan dat ook. Of je draagt helemaal geen BH, dat kan natuurlijk. Maar ik vind het gewoon altijd wel heel erg leuk als iets zeg maar basic lijkt en dan toch niet zo heel erg basic is. Hij zit echt gewoon heel lekker. Dan heb ik hier weer een heel leuk two-piece setje. En misschien heb je hem al gezien op mijn Instagram account. Misschien ook wel helemaal niet. Ik zal hier eventjes een foto in beeld brengen. Ik heb hem namelijk al gedragen op surfvakantie laatst. En hij is mij heel erg goed bevallen. Maar ik zal ook nogmaals straks laten zien natuurlijk hoe hij eruit ziet als je hem aan hebt. Het is een setje met gewoon een simpel stoffenbroekje en dan dit topje erbij. En ik vind de kleur van de streepjes heel erg leuk en dat witte. En gewoon de vorm van het topje wel heel erg mooi. Want hij is zeg maar cropped, maar ook weer niet te revealing zoals sommige Zavel setjes die ze verkopen op de website. En het stofje voelt ook wel heel erg zacht aan en de kwaliteit ziet er ook prima uit. Nou, dit is het setje als ik hem aan heb. En zoals ik al zei, ik vind hem wel echt heel erg leuk. Dit topje, die sluit verrassend goed aan. Ik was een beetje bang dat hij misschien niet goed aan zou sluiten. Omdat het, hierboven kan het dan vaak wel openstaan. Maar hij sluit goed aan en er zit hier elastiek. En deze is ook gewoon chill. Enige nadeel is dat hier geen zakjes in zitten. Dat vind ik altijd heel erg jammer. Maar voor de rest vind ik deze echt super comfortabel zitten. Dus het is echt een heel makkelijk setje om zo aan te trekken. En nogmaals, ik vind die kleurtjes ook wel heel erg leuk en heel erg zomer staan. Nou, net zoals het setje die Taro heeft gedragen, is dit een jurkje die ik al heb gedragen. En die heb je misschien ook al gezien als je mij volgt op Instagram. Het is een geel jurkje met een soort van nep overslagje eroverheen. En een beetje ruches aan de onderkant. En ik vond het gewoon heel erg leuk dat hij geel is. Met een paar lieve bloemetjes. En hij is ook niet heel erg kort. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Nou, dit jurkje schreeuwt echt de zomer, vind ik. Want het is echt zo'n perfect jurkje. Waarmee je over de boulevard loopt. En deze gele kleur vind ik gewoon echt heel erg leuk.
Volgens mij heb ik deze wel een maatje groter moeten bestellen, omdat dat zo op de website stond. Dus hierdoor is die wel ietsje ruimer. En dat merk ik doordat dit eigenlijk helemaal open staat. Dus ik heb dat nu even vastgezet met een veiligheidsspeldje. Dat kan je niet heel goed zien. Dus het is op zich wel goed op te lossen. En wat ik ook wel een beetje jammer vind, is dit deel hier bij de middel. Hier zie je een soort van naad lopen en daar moet dit overslaggedeelte overheen. Maar dat blijft een soort van naar beneden trekken de hele tijd. Dus dat vind ik wel een beetje, ja, jammer en irritant. En waarschijnlijk de perfectionisten onder ons die beginnen op dit moment helemaal te gruwelen. Maar verder vind ik het wel echt een super leuk jurkje. En zoals je kan zien is het dus niet super kort. Hij schijnt wel een beetje door, dus je moet ook hier weer even huiskleurig ondergoed onder doen. Want anders ga je het echt zien. Oh, dit is trouwens ook wel een heel mooi detail hier op de arm. Dan zie je dat de stof een beetje elkaar overlapt. Dat vind ik ook wel heel erg mooi. Dus verder is het wel echt een super schattig en leuk jurkje. En ik heb hem dus wel echt al meerdere keren aangehad. En dan heb ik hier een rok. En hij ziet er nu een beetje vaag uit. Lijkt eigenlijk bijna zelfs op een tafelkleed. Maar het is dus een wikkelrok. En ik vind hem echt super cool. Want hij heeft van die ruches. En het lijkt een beetje op een rok die wij eigenlijk al hebben van een ander merk, maar dan met stippen. Maar dan heeft deze ruitjes. En deze voelt ook echt heel erg stevig aan. En ik zal je nu laten zien hoe die eruit ziet. Zo, en dan heb ik hier de rok. Het is dus een wikkelrok met die franjes hier. Dat vind ik al heel erg leuk. En dat betekent ook dat ja, je been iets meer uitsteekt. En dat vind ik voor deze lengte toch wel heel erg belangrijk. En ik vind het wel heel erg leuk te uitzien. Ik denk dat het heel erg leuk staat met laarsjes erbij om het wat stoerder te maken. Kan natuurlijk ook wel met sandaaltjes, maar omdat het toch wel een beetje een schattig printje is of zo, vind ik het wel juist leuk om dit met stoere laarsjes te dragen. En dan misschien met een cropped t-shirtje. En hij gaat dus echt heel makkelijk open en dicht. Ik heb nu even hier de strik gedaan. En als je dat dan losmaakt, zit hij hier vast met een knoopje. En die wikkel je dan omheen. Dus zelfs als je fietst, zal het niet heel ver open gaan. Dus dat is wel heel erg fijn. En de stof is ook best wel dik. Dus hij schijnt ook sowieso niet door. En ja, ik vind het wel een hele leuke look. Larissa wees me er net op dat ik het strikje beter toch aan deze kant kan doen. Want dan wordt hij niet hier open getrokken. Want hij ging net een beetje openstaan. En dat zit inderdaad een stuk beter. En er zitten hierin dus twee knoopjes trouwens. Dus je kan hem strak doen of iets strakker of losser. Het ligt maar net aan hoe die natuurlijk bij je zit. Dus dat vind ik wel heel fijn dat je twee opties hebt. Want de ene dag ben je misschien wat meer opgeblazen dan de andere dag. En op die manier zit hij altijd lekker. Oké, Larissa heeft hem nu aangetrokken met Dr. Martens eronder. En dan vind ik hem nog leuker staan eigenlijk. Ja, ik vind het echt een mooie rok. En hoe fijn is het inderdaad als je hem... Ik heb hem nu best wel hoog zitten. Dus omdat ik niet zo heel lange benen heb. En daardoor kan ik dus het kleinste... Ja, het smalste doen. Maar wil je hem wat lager hebben, of je hebt echt een food baby, dan kan die wat lager. Dat vind ik echt super fijn dat je die opties hebt. Ik vind het wel echt heel leuk staan. Dat is echt leuk, ja. Het is echt heel mooi aan ook. Ja. Het volgende item dat ik hier heb, heeft ook diezelfde ruitjes. En dan deze keer in een soort van lila kleur. Vond het wel heel erg zoet en schattig eruit zien. En het is een two-piece die bestaat uit een broekje met een soort van riem eromheen. En daarbij zit dan ook nog dit super korte topje die je ook nog aan de achterkant kan strikken. Ik heb het gevoel soms op Zaful heel veel van die items hebben jurkjes, topjes die je aan de achterkant strikt. En dat vind ik wel echt heel erg leuk staan. En dit is het lila setje. Wat ik wel heel erg fijn vind is dat dit topje eigenlijk helemaal niet zo kort is. Hij is wat hoger aan de bovenkant en wat langer aan de onderkant ook. Dus zoals je kan zien met het high-waisted broekje heb je echt maar een heel klein beetje huid over. Dus dat is wel heel erg fijn als je dat dus niet zo heel fijn vindt om te laten zien. Het broekje zit ook gewoon heel erg lekker en goed. Zit gewoon elastiek aan de bovenkant. En je kan hem met een riempje even vaststrikken voor zo'n leuk schattig strikje. En dat strikje heb je ook hier aan de achterkant. Dus daar heb je wel nog een klein beetje rug open. Het enige is dat er geen zakjes in zitten. Maar dat is op zich al mee te leven. En hij schijnt ook bijna niet door. Dus dat is wel heel erg mooi. Want ik heb gewoon zwart ondergoed eronder. En je ziet eigenlijk gewoon helemaal niks. Ik moet wel zeggen dat ik echt met stoere boots eronder moet doen. Want anders vind ik het net iets te zoet voor mij. Maar ik vind dit wel echt heel erg leuk staan. Nog lekker zomers. Deze vind ik wel geslaagd. Dan heb ik hier nog een two-piece setje. Daar zijn we echt super dol op deze zomer. Eigenlijk ook al vorige zomer. Maar nu heb ik het idee dat we echt onze kasten mee hebben aangevuld. En deze heeft dus wel zo'n kort topje. Het is eigenlijk gewoon een bandeau. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Ik heb hem nog niet aangedaan. En dan heb ik hier ook nog een bijpassend broekje erbij. En die heeft dan van die schattige roesjes aan de onderkant. Mm-hmm. En ik denk dat Larissa en ik allebei wel heel erg dol zijn op geel en oranje deze zomer. Het is natuurlijk geel is mijn lievelingskleur. Een beetje een mosterdkleurtje is dit. Maar kleding heb ik het nog niet zo vaak. Ja, het is een beetje mosterd,
bijna oker, maar daar is misschien net te licht voor. Dus het staat op zich al mooi bij onze huidskleur. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dit setje eruit ziet als ik hem aan heb. Dit is dan het gele setje. En zoals ik net al zei, is het echt zo'n bandeau top. En het topje die kan je dus zelf bij elkaar knopen. Dus dan kan je zelf een beetje kiezen hoe klein je dit gedeelte maakt. Of dat je het dus wat groter maakt. Ik heb het nu iets breder gemaakt, zodat hij iets een beetje over mijn BH valt. Ik denk dat je hem ook wel zonder BH kan dragen. Of misschien alleen met van die pads hier, als je dat zou willen. Ik vind het wel heel erg schattig. Het is wel heel klein allemaal. Een broekje vind ik ook heel erg schattig met die roesjes. En het nadeel alleen is wel, zoals je ziet, dat de stof wel een beetje kreukt. Dus het is niet echt iets wat je makkelijk je koffer ingooit en dan op vakantie er zo weer uithaalt. Dan moet je hem wel eventjes stomen of strijken. Voor de rest vind ik hem wel heel erg schattig. Maar als ik heel eerlijk ben, weet ik niet of ik deze heel erg vaak ga dragen. Volgende item dat ik heb is een gestreept jurkje. Zoals jullie weten hou ik best wel van streepjes. En deze vond ik ook heel erg leuk te uitzien. Ook deze heeft weer dat gestrikte detail, ja. Zeg maar, hier staan en of hier zitten. En dan heeft hij een soort van open cut-out bij de buik, wat ik wel heel erg schattig vond. Aan de onderkant ook nog van die ruches, dus er is heel veel aan de hand. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Dit is het gestreepte jurkje. Ik vind hem echt super schattig. Dit topje kan je trouwens helemaal zelf strikken. Dus je kan hem helemaal loshalen. En dat is heel erg fijn. Want dan kan je hem dus ook wat losser strikken. Als je bijvoorbeeld wat meer ruimte of wat grotere borsten hebt. En als je wat minder hebt, dan strik je hem gewoon wat strakker. En dan blijft het, dan sluit het gewoon allemaal best wel mooi aan. En dat is wel fijn, want er zit verder geen stretch of elastiek in dit jurkje. Je hebt gewoon een ritsje aan de zijkant. Dus hier heb je een beetje wat huid zitten. Maar dit zit er een beetje voor, dus het valt er heel erg mee. Het enige is dat hij voor mij wel een beetje aan de korte kant is, zoals je misschien kan zien. Ik vind het wel echt super schattig staan. Volgende item is eigenlijk gewoon een basic t-shirtje met de print van een roosje erop. Ik vond hem wel heel erg schattig. En ik was wel gewoon heel erg benieuwd naar de t-shirts daar. Ze hebben natuurlijk heel veel two-piece setjes, maar ook dus gewoon normale t-shirtjes. En als ik zo voel, dan voelt hij wel gewoon goed aan. Het ziet er gewoon prima uit. Dus ik denk niet dat het heel verrassend zal zijn hoe het uitziet als ik hem aantrek. Maar ik ga hem toch even voor jullie aantrekken. Dan heb ik hier het t-shirtje. En zoals ik net al zei, kan eigenlijk bijna niks mis mee gaan. Het is gewoon een heel mooi en simpel modelletje. Ik vind het printje ook wel heel erg leuk. Dus ja, wat dat betreft helemaal top. Het enige is dat de stof die voelt een beetje gek aan. Het zou 65% katoen zijn, 35% polyester, maar hij kriebelt of zo. Dus het is een beetje een ruwere stof, maar voor de rest prima t-shirtje. Nou, het volgende item dat ik heb lijkt heel erg op de vorige jurk die ik jullie liet zien. En ik heb eigenlijk gewoon per ongeluk dezelfde soort jurk besteld, omdat deze eigenlijk nog bij de vorige shop nog hoorde, maar die was veel te laat binnengekomen. En ook daardoor was ik volgens mij vergeten dat ik deze had besteld. Dus dit is ook weer een gestreepte jurk met een beetje van rood tintje. Ook weer een cut-out bij de buik en ook nog het detail dat je hem dus kan strikken. Deze is gewoon net ietsje anders. Hij heeft niet dat ruche aan de onderkant. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe deze jurk staat en welke misschien leuker staat van de twee. En dan is dit het gestreepte jurkje. Ik vind het wel heel erg leuk dat hij wat langer is. Dus dat is wel heel erg chill. Want hij is wel heel erg zwierig. Dus met wat wind heb je misschien de kans dat hij opwaait. Maar ik vind het wel heel chill dat hij dus wat langer is. Het enige is dat hij wel doorschijnt. Zoals je hier misschien wel kan zien. Maar ik denk als je gewoon huidskleurig ondergoed eronder doet. Dat het best wel goed te doen moet zijn. Ik vind dit strik hier in het midden ook echt heel erg schattig. Het enige is dat je mijn BH een beetje eronder ziet. Dus dat zou je dan iets lager kunnen doen. Alleen deze bandjes zijn niet verstelbaar. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Het stofje is een soort van linnen. Ik weet niet of je dat... Ja, ik kan het hier een beetje zien met al die lijntjes. En ik vind het wel echt een heel mooi zomerjurkje. En het sluit gewoon heel erg mooi aan, want dit is gewoon allemaal elastiek. Dus dat is wel heel erg chill. Dus ik vind hem wel echt heel erg schattig staan. En dan heb ik hier nog een two-piece setje. Nou ja, eigenlijk het is gewoon zwart. Dus in principe is het dan ook een two-piece setje. In principe wel, maar je kan natuurlijk echt combineren met alles. Ja, want het is van dezelfde stof, dus dan hoort het wel bij elkaar. Dat wel. En ik vond deze wel cool omdat hij dus zwart is. En hij heeft hier een off-shoulder top. En dan gewoon een simpel stoffenbroekje. En dan hier nog een lintje. En ik denk dat deze in de broek hoort. Ja, die hoort volgens mij gewoon in het broekje. Dus gaan we even aantrekken. En dit is dan het zwarte setje als ik hem aan heb. En als ik hem zo zie, dan ben ik echt helemaal fan. Want ik hou gewoon van zwart. Het topje die heeft zeg maar van die... Ja, van die knoopjes. En dat vind ik ook heel erg schattig. En dat die off-shoulder is, dat staat ook wel gewoon heel erg leuk erbij. En dan, ja, lange mouwtjes erbij. Helemaal cute. Er is alleen één dingetje. En dat is dat ik het broekje vind ik wel gewoon prima. Kan niet zo heel veel mis mee gaan. Maar dat topje is niet helemaal handig gemaakt. Want elke keer als ik mijn haar doe,
Of ik doe mijn arm in de lucht. Ik zal het heel eventjes doen. En ik ga weer naar beneden. Dan is mijn hele BH, die komt eronder uit. En dat heb ik eigenlijk met elke beweging. Ik blijf hem constant maar recht trekken. Dus dit topje is voor mij geen succes. En het broekje, ja. Het is echt dat hij erbij hoort. Maar voor de rest is het niet echt een heel bijzonder broekje of zo. Dus voor mij is dit setje iets minder geslaagd. Nou, we hebben alles aangepast. En tussen alle items zaten echt een aantal favorieten van ons. Voor mij was dat sowieso de rok met blokjes. Die vond ik wel echt heel erg cool. Mm-hmm. Die wikkelrok. En ook het setje met een beetje oranje-bruine strepen. Die vind ik echt top. Mijn favoriet zijn denk ik het zwarte shirt. Want die is gewoon lekker zacht. En het paarse geblokte setje. Of het gele jurkje. Het gele jurkje. Die kleur was gewoon heel erg mooi. Mm-hmm. Dus een beetje daartussen. Verder zaten er nog een aantal items bij die niet helemaal bij ons pasten. Maar misschien wel bij een van jullie. Dus ga daarom naar ons Instagram-account, @endlessweekendnl. Daar plaatsen we foto's van de items die we niet helemaal bij ons vonden passen. En dan kan jij even een berichtje achterlaten onder die foto. Dat jij het misschien wil hebben. En dan kiezen we gewoon iemand uit en dan sturen we het naar je toe. Dus hopelijk kunnen we dan een van jullie ook nog blij maken. Of meerdere van jullie. We zullen eventjes laten zien welke items dat zullen zijn. Zo gaan we dit t-shirtje met de roze aan een van jullie weggeven. Dus als je deze wil hebben, klik even op het linkje in de beschrijving van de video. Of ga gewoon even naar ons Instagram-account en vind daar zelf de foto. En dan ook nog het zwarte two-piece setje met de off-shoulder top. En dan ook nog de witte kant kimono. Ook die geven we weg aan een van jullie. En dan ook nog dit super schattige jurkje met streepjes. Die eigenlijk net iets te kort is voor Larissa. Maar hopelijk lang genoeg voor een van jullie. Ja, ik ben 1,68 meter. En nogmaals, hij heeft dus wel verstelbare bandjes. Dus ben je gewoon ietsje kleiner, dan is de kans groot dat hij jou wel beter past. Ja, en als je nog nieuwsgierig bent of je wil even wat meer info, ga dan eventjes terug naar de vlogbeelden. Waarin we praten over de items, mocht je daar nog vragen over hebben. En anders kan je natuurlijk ook altijd nog stellen in de reacties hier onder de video. Dat was onze Zavu shoplog. Laat ons vooral eventjes in de reacties weten welk item jij het leukste vond staan. Of wat is jouw favoriet is van deze hele video. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet er zeker niet om mee te doen aan onze winactie. Alle info staat weer in de beschrijving met linkjes en dergelijke. En dan zouden we willen zeggen hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Doei.